Ja, het afgelopen jaar hebben we gezien dat de dreiging onverminderd hoog is. Dat de dreiging ook nog steeds complexer wordt en dat die ook meer gezichten heeft. En wat voor gezichten? Nou, allereerst, iedereen ziet natuurlijk dat er terrorisme dat een dreiging vormt. Maar daarnaast hebben we spionage, we hebben heimelijke beïnvloeding. En we hebben in algemene zin hebben we cyber als dreiging voor Nederland. Is dat... We bestuderen het salafisme als zodanig, bestuderen we al een tijdje. We proberen daar ook genuanceerd over te publiceren. Niet elke salafist is een terrorist. Wat we wel zien is dat veel terroristen hun oorsprong vinden, jihadistische terroristen hun oorsprong vinden in het salafisme. Dus ons werk is om te signaleren en anderen te mobiliseren. En dat doen we op elke vorm van dreiging en dat doen we dus ook op het salafisme, als dat een bedreiging vormt. En dat gebeurt dus via de gewone moskeeën, zeg maar? Radicaliseren of dat verspreiden van de salafistische leer, dat gebeurt via moskeeën. Maar we zien ook dat er op andere manieren invloed geprobeerd wordt uit te oefenen op mensen in het algemeen. Hoe gebeurt dat dan? Kunt u daar iets meer over toelichten? Dat gebeurt door de salafistische boodschap te prediken in moskeeën. Dat gebeurt door salafistische stichtingen die bezoeken brengen, die hulp bieden aan bijvoorbeeld vluchtelingen. Maar proberen ze ook moskeebestuur onder druk te zetten? Of? Nou, dat weet ik niet. Ik denk ook dat we op moeten passen met elke vorm van salafisme, dat we die onmiddellijk zouden moeten relateren aan onder druk zetten of aan terrorisme of iets dergelijks. Ja. Salafisme is sowieso de strenge leer. Daarom zeggen wij ook dat het salafisme op zich leidt niet onmiddellijk tot terrorisme. Maar tegelijkertijd, we zien wel dat veel van de jihadistische terroristen dat die hun oorsprong vinden in het salafisme. De Russische vormen van spionage en van beïnvloeden die zijn ook van alle dag. Dat is nooit anders geweest, alleen de middelen die veranderen. En we zien dat het gebruik van social media maakt het erg makkelijk om heimelijke politieke beïnvloeding uit te oefenen. En het gebruik van internet als zodanig maakt het erg makkelijk om te spioneren. Nou, wij kijken sowieso al enkele jaren naar wat statelijke actoren en daaronder Rusland in Nederland doen. En zoals gezegd, fysieke spionage is van alle tijden. En het internet maakt het dat alleen maar makkelijker. Ja, maar wij zijn alert op elke terrorist die Nederland in probeert te komen, op welke wijze dan ook. En het gebruik maken van vluchtelingenstromen is niet de enige manier om Nederland of Europa binnen te komen. Dus we zijn altijd alert op terroristen, op welke wijze ze dan ook Europa binnenkomen, of op welke wijze ze dan ook al in Europa zijn. Ja, op het moment dat we weten dat een individu mogelijk terroristische plannen heeft, dan wordt het wat makkelijker om hem te volgen. De moeilijkheid in onze taak die zit hem vooral ook in de ongekende dreiging. En daar gaat de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten ons bij helpen om de ongekende dreiging effectiever en efficiënter te ontdekken.